Hartelijk welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma wil leven. Vandaag gaan we met actrice Lisse Knape naar het AMC om te praten met kinderarts Annemarie van Bellegem, die Emma vanaf haar 11e tot en met haar 18e heeft begeleid met haar eetstoornis. Van het gesprek met Annemarie zijn vanwege privacyregels geen opnames gemaakt, maar voor die tijd en vooral achteraf spraken Lisse en ik hoe het geweest was. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag naar het AMC, of we zijn in het AMC. Zeker, je hoort heel veel mensen al lunchen. En we gaan zo meteen stage lopen. Bij wie? Annemarie. Annemarie van Bellegem. Zij is de kinderarts die Emma behandeld heeft. En zij is dus kinderarts hier in het AMC. En zij behandelt nog steeds kinderen met eetstoornissen. Dus het is niet alleen maar anorexia, maar van alles. En wat denk je dat we er gaan doen? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat we een beetje met haar mogen meelopen. Mm-hmm. En dat we een beetje mogen toekijken en met haar kunnen kletsen. Maar verder weet ik het eigenlijk niet zo goed. Spannend. Ja, heel spannend. Ben je zenuwachtig erover? Nee, eigenlijk helemaal niet. Okay. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, ik ook. Dus dat is het denk ik gewoon. Ja. Vind jij het spannend? Nou ja, ik merk dat ik gewoon heel erg twee kanten heb. Dat ergens de onderzoeker in mij heeft hier vooral heel veel zin in. Ja. En daar kan ik ook bijna gewoon mijn empathie voor uitschakelen en dan gewoon alleen maar naar de theatrale interessante dingen kijken. Maar ik merk wel, dat is meer gewoon mijn privé ding, dat sinds ik vader ben, ben ik wel echt een softie als het over kinderen gaat. Ja, 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 ja. Dus voor hetzelfde geld kan ik opeens heel erg bevangen worden door, oh, wat vreselijk, dit zal je maar gebeuren. To be continued. We zijn er buiten gelopen. Hoe was het? Heel intens. Want? Omdat het over heel veel gaat. Mm-hmm. Omdat je heel veel informatie krijgt. Omdat je je ook probeert hier op deze plek waar zij is geweest, soort van probeert te verbinden of in dat probeert te duiken. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Mm-hmm. En omdat je heel veel informatie krijgt waarvan je ook al wist dat het zo ongeveer zat. Mm-hmm. En dat probeer je ook. Je probeert alles te begrijpen en ook bij jezelf een soort klik te vinden waar het bij jezelf dan zit of zo. Wat was het fascinerendste? Ik vond het meest fascinerende dat Annemarie, hoe zij zo gepassioneerd is over haar werk en hoe zij over die echt iedereen nog weet en iedereen zo in der heeft leven en zo met dit bezig is. Ja. Zonder dat je denkt van, oh meid, gaat het wel goed? Maar juist heel sterk. Dat vond ik het meest fascinerende, denk ik, vandaag. Ja, zij is top, hè? Ja, zij is echt top. Ja. Dat ontroerde mij wel. Terwijl ik niet dacht dat ik snel vandaag, ik zei net dat het waarschijnlijk vanavond komt, maar nu had ik vandaag, ik had heet het kippenvel van haar. Mm-hmm. Dat ik dacht dat ze echt een beetje een kleine heldin hier stiekem aan het zijn. Ja, nou, ik vind ook wel dat we dat heel erg moeten zoeken. Dat je dus niet alleen Annemarie, maar al die mensen die er altijd maar omheen rennen, die maar iets moeten rechttrekken, waar eigenlijk helemaal niet aan getrokken wil worden. En dat heel veel mensen met anorexia gewoon denken, laat mij maar. Dat je toch een soort van bijna tegen de klippen op mensen blijft hebben die zeggen, nee, we gaan niet voor, we gaan het fixen. Ja, je moet je voortdurend verhouden tot, tot iemand die elke dag kan veranderen. Ja. Wat is het bijzonderste wat je vandaag hebt gehoord over Emma? Ik denk, ik heb natuurlijk de documentaire alleen gezien over haar, voor nu. En in die documentaire heb ik haar gezien, terwijl ik vandaag ook wel hoorde dat ze daar juist heel erg al veranderd was. Ja. Dus nu weet ik eigenlijk niet precies wie zij is. Ja. Of wie zij was. Ja. En dat vond ik wel heel fascinerend, dat ik echt dacht, oh ja, dus daar moet ik wel iets mee. Dat is wel belangrijk, want ook al had ze op het eind nog steeds heel veel humor of zo, dat maakte dan natuurlijk, was dat ook een soort overlevingsmechanisme bijna. Ja. Ja, zeker. En dan zal het altijd al wel geweest zijn, hoor. Ja. En ook als je er dagboeken leest en filmpjes ziet van als ze nog veel gezonder is, daar zie je inderdaad de humor altijd wel een groot onderdeel zijn om gewoon even dingen weg te poetsen of te relativeren. Of wat het is, weten we dan niet echt. Ja, en ook wel dat ik van Annemarie en van die hoofddokter van de afdeling, hoofdarts, dat ze allebei zeggen, hoofdverpleegkundige, dat ze zo zeggen dat zij zo liefdevol was. En dat ze altijd aan iedereen vroeg hoe het ging. En dat vind ik eigenlijk ook heel schrijnend. Ja.
dat je dat dus niet met jezelf kan. Ja. Dat je niet zo warm naar jezelf kan zijn. Ja. Maar daar bijna een soort van kracht uit perfectionisme haalt. Om maar te zorgen dat iedereen om je heen, dat je daar geïnteresseerd in bent. Als compensatie voor interesse naar jezelf toe. Ja. En dat is ook wel lastig natuurlijk. Want dat is ook wel wat de ziekte dus doet. Wat we ook net al zeiden. Dat omdat je zo puberaal nog bent. En die puberteit eigenlijk een beetje verliest. Omdat het zo bezig bent alleen maar met de ziekte zelf. Ja. Dat je daardoor eigenlijk zelf geen leven meer hebt. En dus via anderen moet gaan leven, zeg maar. Het gewone leven. Want jouw leven is de ziekte. Ja. Nou, dat is wel echt heftig. En het fascineert me nog steeds dat je het zo ver kan laten komen. Ja, ja, ik vond het wel weer bizar. Het grappige is, het tekeningetje had ik, ze heeft een tekeningetje gemaakt. En die had ze vorig jaar ook al gemaakt. En dan, het was me nog wel een soort van bijgebleven. Maar op een of andere manier, omdat ik door alle research die er nu al is geweest, Emma zoveel beter ken, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Vallen dat soort dingen ook gewoon veel meer op zijn plek. En dat je inderdaad, aan de ene kant wordt het dus veel persoonlijker. En tegelijkertijd zie je ook, ja, maar het gaat eigenlijk over zoveel mensen. Ja. Zoveel mensen hebben dit. En dan niet in een eetvorm, maar in een wilskrachtvorm. Ja. In een, nou ja, ergens om maar een soort van hou vast op het leven te krijgen vorm. Ja, ik denk dat uiteindelijk, en dat zou wel een mooie kracht van de voorstelling zijn, als dat lukt, dat iedereen iets van zichzelf ziet. Ja. En dat vond ik trouwens ook heel mooi aan Annemarie. Is dat ze, sorry hoor, ik ben echt helemaal in de wolken van haar. Maar dat, wat ik ook heel mooi vond, dat ze eigenlijk de hele tijd heeft gesproken over hoe zij zich als mens verhoudt naar haar patiënten. In plaats van dat het meteen over iets medisch of biologisch gaat. Ja, helemaal niet. Het lijkt wel alsof ze helemaal geen arts is. Nee. Dat vond ik ook. En toen ze uiteindelijk ook nog met termen kwam en zo helemaal op het eind, dacht ik ineens, oh ja, jij was ook nog arts of zo. Ja. Of jij weet natuurlijk, gaat veel verder nog dan dit weer. Maar dat vond ik bij de hoofdverpleegkundige ook al. Ja. Dat, want eigenlijk wat je constant voelt is, nou ja, weet je, deze mensen hebben het al zo zwaar. Ja. Laten we ze gewoon een beetje liefde geven. Ja. Dat medische, dat wordt bijna een soort van tussen neus en lippen door een beetje een kant op geduwd of niet. Maar ze zijn al zo eenzaam, laten we ze liefde geven. Ja. Het was een inspirerende middag. Het was waanzinnig inspirerend. Waanzinnig inspirerend. Ja. Nou, dan hoef ik alleen nog maar even een stukje te maken. Ja. Slik. Vind je het spannend om eraan te beginnen? Ja, dat weet ik niet zo goed. Omdat ergens heb ik wel een soort van vorm in mijn hoofd wat ik wil vertellen en hoe we het moeten vertellen. Ik denk al best wel goed te weten dat hoe jij functioneert. Mm-hmm. Dus dat zijn wel een soort van mijn houvasten. Ja. Wat ik lastig aan dit project vind, is dat het eindigt gewoon niet goed. Wat we ook doen, het eindigt niet. Oh. Er gaan wat luiken dicht. Maar het eindigt gewoon niet goed. En je wilt toch dat mensen met een positief gevoel naar buiten gaan. Ja. En dat mag best wel een verdrietig positief gevoel zijn, maar er moet iets uit te halen zijn. Anders waarom ga je anders naar deze voorstelling? Ja. Ja, er moet wel licht aan het eind van de tunnel zijn. Ja, ondanks alles. Ja. En dat is ook wat we dus moeten. Precies dat moeten we vertellen. Ja. Dat voor Emma is dit niet gelukt, maar we hebben met z'n allen nog wel een kans. Ja. Maar dat vind ik wel spannend, hoe we dat goed gaan krijgen. Ja. En ik weet precies hoe ik het wil. Dus wat dat betreft moet ik niet piepen, want ik weet al wat ik wil. Ja. Moet alleen wel het effect hebben wat ik wil. Ja. Vind jij het spannend? Ja. Maar dat ik het zo mega vet vind om te doen, is veel groter dan mijn zenuwtje. Zeker, ja. En ik denk dat mijn zenuwtje ook een beetje een ijdel zenuwtje ergens is. Dat ik niet wil dat ik... Ik ben ook soms bang, heb ik een rare angst, dat ik bang ben dat nu iedereen erachter komt dat ik niet kan acteren. Bijvoorbeeld omdat het de eerste keer dat ik zo lang in mijn eentje daar sta. Ja. Maar dat is echt, dat staat eigenlijk los van... Ik ben niet bang voor het thema. Nee. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het interessant vond. En als dat zo is, geef dan even een like of een duimpje of schrijf een reactie. Dan hoor je gauw weer van ons. Tot de volgende keer. Ciao!